Hij doet het nu juist nat. Oké, geen mensen van vandaag. We zijn hier in de bossen van Almere. Een stok. Daar loopt het. Kijk eens. Ik ben op zoek naar een hele grote boswachter. Hey, Monica. Goedemorgen. Freek, jij bent boswachter. Wat gaan we precies doen vandaag? We beginnen even met wat trainingsoefeningen. Dan gaan we leren zagen. We zullen nog wat tegenkomen aan hoe werkt een bos, wat gebeurt er allemaal in. En uiteindelijk is het doel dat jij eind van de dag dat jij zelf een boom hebt omgezaagd. Dat moet wel lukken. En hier zitten deze bomen, hebben allemaal stippen. Waar is dat voor? Er staan oranje stippen zoals je kunt zien en er staan een aantal blauwe stippen. Het punt is, de oranje stippen die gaan verdwijnen. Dit is een multifunctioneel bos. Een van de functies die het heeft is dat het onder andere ook gebruikt wordt voor de houtopbrengsten. Het is eigenlijk gewoon een gefokt bos. Er wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, over iedere boom die in Nederland staat is wel een soort van over nagedacht. Wat wel bijzonder is van deze plek is dat je het hier kunt zien. Het lijkt wel een afgeknaagd potloodje. Oh kijk, je zegt door de middengebeten. Maar dit zijn sporen van de bever. Dit is echt zoals je het in een tekenfilm ziet. Kunnen we denk je ook een bever zien? Nou, het is nu overdag, dus dat wordt erg lastig. Het wordt echt geslapen overdag. Voor deze baan moet je twee rechterhanden hebben. Ik ga nu een wilgenknot, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik heb hier twee, een linker en een rechter. Oh, een linker en een rechter. Wat uniek. Dus om een beetje te beginnen staan we tussen de brandnetels. Ja. Van bovenaf. Zagen. Oh, fijn. Ja, dat gaat natuurlijk ook. Als boswachter ga je zeker, gewoon door ga je in de gewoon regen. Door. Pak wel een heel bescheiden takje. Auw. Ja? Nee, bijna. Nog één. Oh ja. Want dit is berenklauw. Het grootste risico zit erin als die sappen, als het op je arm komt. En de zon die schijnt, dan is het een soort vergrootglas. En dan kan je tot 30 graden verbranding krijgen. Echt? De zaden die blijven tot 10 jaar goed in de grond. Dus je moet heel lang moet je dit volhouden. En eigenlijk de planten uitputten. En als je één plantje vergeet, dan is het probleem nog steeds niet opgelost. Dit is populair hout, zei ja. Je? Dus de populier was niet zo populair, want hij is omgehakt. Waarom wordt dat gedaan? Hij was heel populair, is het wat minder geweest en hij wordt weer heel populair. Stel 100% groeit ieder jaar bij, daar halen we 70% van weg. Dus dat is 30% aangroei van bos. Dat is wel een klimmetje. Ja, nee, je probeert het zo goed mogelijk te doen voor de maatschappij. Iedereen moet hier profijt van hebben. Als land kan je niet zonder bos. Nee. Het zijn ook de longen van de wereld. Dus je, ja. Een stukje verder kijken. Wat is jouw lievelingsdier? Ik vind regen wel echt aan leuk. Ja? Ja. Heb je wel eens een regen uit? Nee, we hebben geen regen uit. Dan zouden het geen wilde dieren zijn. Ik hoop dat we nog regen gaan zien. Je weet zeker dat het deze is? Ik denk het zeker. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Weet je wat een valkerf is? Nee. Maar ik ging al beginnen. Een valkerf is zo'n driehoekje wat je erin zaagt. Dus je zet twee zaagsneden. Je begint met de vlakken. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om boswachter te worden? Ik vind het heel mooi om met de natuur voor de mensen bezig te zijn. En wat vind je het allerleukste? Iemand anders voor je een boom om laten zagen. Zeker met een handzaag tussen de berenklauwen. Ja hoor, daar gaat ie. Sandra! Ik voel me wel een beetje schuld naar de boom toe. Dit was ook een levende boom, hè? Dat is het ergste nog. Hij zit een beetje vast. Moet ik even helpen anders? Zo. Pruim staat netjes. Voor de vogels. Daar is die beverburgt. Dus onder die stam hier, die je hiervoor ziet, daar gaan ze erin. En je moet als boswachter natuurlijk heel veel van de natuur houden. Inderdaad. Maar er ook heel veel van af weten. Klopt. Nou ja, buiten moet je ook fijn vinden, buiten zijn. Zeker. En met mensen. Ja, je bent misschien wel meer met mensen bezig dan soms verwacht wordt. Kom, gaan kijken of we bevers kunnen vinden.